De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, heeft gisteren certificaten uitgereikt aan de geslaagden van de trainingen elektrohuisinstallatie en gas, water en sanitair gewassa. 19 participanten hebben de training elektrohuisinstallatie met succes afgerond, terwijl 17 de gewassatraining hebben afgemaakt. De trainingen zijn op de locatie van de SAO te Gersvliet verzorgd. Volgens waarnemend directeur Joyce Lapaar kan verhoging van de arbeidsproductiviteit een positieve impact hebben op de economie van het land. De gecertificeerden zijn nu in staat een bijdrage te leveren hieraan, of nog meer geeft zij aan. Gecertificeerden, u kunt nu een betere bijdrage leveren, zoals ik eerder zei, aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. En daarmee een stukje sociale zekerheid voor uzelf garanderen. Maakt u goed gebruik van de opgedane kennis en voelt u zich vooral ook vrij om zich wederom in te schrijven voor een andere cursus bij de SAO. We hebben meer dan 15 vaktrainingen die we aanbieden. In de avonturen is het wat minder, maar voelt u zich vrij dat u nu kan gaan multitasken, om het zo te noemen. Het is vandaag dan ook gepast u allen hier, in het bijzonder de gecertificeerden, te feliciteren met het behaalde resultaat en heel veel succes toe te wensen. Joyce Lapaar, waarnemend directeur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO. De organisatie heeft gisteren certificaten uitgereikt aan 36 geslaagden van de trainingen elektrohuisinstallatie en gas, water en sanitair gewassen.